Goedemorgen. Alweer een vrijdagochtend. Ik ga even een kaartje trekken. Vind ik toch wel heel leuk. Zo, ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Gelukkig wordt het weer wat beter weer. En dan ga ik even een kaartje trekken voor ons. En die ligt wel heel erg voor de hand. Even concentreren. Mysterie. Je bent samen met de zon, aarde, maan en sterren onderdeel van een schepping. Een goddelijk mysterie dat zich ontvouwt. Wees aanwezig en voel de kracht van het nu. Geniet van alle wonderen. Nou, leuk kaartje. Ik wil hem eigenlijk altijd nog een kaartje trekken. Ik denk, nou, ik wil een leukere. Maar soms moet je gewoon maar één houden en er even goed over nadenken. Dat ga ik ook doen. Oké. Ik ben heel erg stijf, dus ik weet niet hoe het zal gaan. Van de week heb ik een hele zwangerschapsyoga-serie opgenomen. En dat zijn dan toch een beetje andere houdingen, vooral voor het bekkenveel natuurlijk. Dus ja, dat voel ik wel. Nou, als mijn verbinding wegvalt, stuur me even een appje. Dan start ik weer overnieuw op. Dan kom je alvast zitten in een houding of je pakt alvast even een kussentje en een dekentje. Of misschien heb je dat al voor de ontspanning. Dan ga ik even mijn yoga-matje iets meer in het midden leggen. Ik hoop dat jullie allemaal gezond zijn. Nou, ik word heel erg op de hoogte gehouden door de Vereniging van Yoga-leerkrachten over het hoe en wat. Dus ik houd jullie op de hoogte. Ik wil eigenlijk proberen om volgende week een keer via Zoom ook les te geven. Kijken hoe dat werkt. Dus dan krijgen jullie dan sowieso een mail over. Dat het niet allemaal zo op YouTube komt te staan. Oké, gaan we beginnen. Kom je zitten in een houding waarin je prettig zit. En dan sluit je ogen en als je het niet fijn vindt om je ogen te sluiten, dan kijk je recht naar voren naar een punt op ooghoogte. En dan ga je met je aandacht naar je gezicht. En kijk dan of je je gezicht helemaal zacht kunt maken. Je voorhoofd, je ogen, je slapen, je wangen, je lippen, je kaken en een hele lichte glimlach op je gezicht. Als je glimlacht, dan denken je hersenen dat je blij bent. Dus dan maak je gelukshormoon aan. Feel good. Hormons. Als je blij bent, ga je lachen. Dus dat heeft een lijntje. Dus als je lacht, word je blij. Maak je hormonen aan die je een goed gevoel geven. Hm.
Kijk dan of je je schouders kunt ontspannen, je schouderbladen iets in je rug naar elkaar toe kan richten. En kijk dan of je kan voelen waar de adem beweegt in je lichaam. Je wervelkolommen lang en recht. Zitbeentjes weg laten zinken. Buitenrand van je voeten weg laten zinken. Adem rustig in en uit. Op de volgende uitademing breng je je kin naar je borstbeen en dan laat je hoofd ontspannen vooroverbuigen. Op een inademing draai je hoofd via je rechter schouder naar achteren en uitademend draai je je hoofd via je linker schouder naar voren. Op een inademing draai je hoofd via je linker schouder naar achteren en uitademend draai je hoofd via je rechter schouder weer terug naar voren. Op een inademing til je je kin op en buig je je hoofd voor zover als haalbaar is achterover. Zet je kiezen op elkaar, duw je schouderbladen in je rug en buig je hoofd zover als haalbaar is voor jou naar achteren. Op een uitademing trek je navel in en breng je je kin naar je borstbeen. Laat je hoofd weer vooroverbuigen, maar neem niet je schouders mee. Je schouders blijven mooi en recht. Op een inademing draai je hoofd via je rechterschouder naar achteren. En uitademing draai je hoofd via je linkerschouder weer terug naar voren. Inademend draai je hoofd via je linkerschouder naar achteren. Uitademend via rechts, weer terug naar voren. Ontspan je schouders. Uitademend navel in. En op een inademing til je je kin op, duw je schouderbladen in je rug, eventueel je kiezen op elkaar en buig je hoofd achterover. Strek uit. Breng je handen open naar opzij. Kijk omhoog. En op de volgende uitademing kijk je weer naar voren. Ontspan je schouders. Neem je handen mee omhoog. Strengel je vingers behalve je wijsvingers in één. En maak lang. Op een inademing til je kin op. En kijk je via je wijsvingers omhoog. Strek uit. En op een uitademing ontspan je schouders. Buig je ellebogen en breng je kin naar je borstbeen. Inademend strek uit. Maak lang. Kijk omhoog, als er ruimte is, buig je iets naar achteren. En uitademend kijk je naar voren, ontspan je schouders, kin naar je borstbeen, buig je ellebogen. Nog één keer, adem in, strek uit, kijk omhoog. Buig even iets naar achter, schuin omhoog of naar voren blijven kijken, kan ook. En op een uitademing, ontspan je schouders, buig licht je ellebogen, kijk recht naar voren. En dan breng je je kin naar je borstbeen. Strengel nu ook je wijsvingers in één en breng je handen naar je achterhoofd. En op een inademing til je hoofd omhoog en kijk je recht naar voren. Schouders laag. Op een inademing draai je linker elleboog naar achter. Kijk naar links opzij. Strek je ellebogen bij je vandaan. En uitademend draai weer terug naar voren. Adem in, draai je rechter elleboog naar achter. Kijk naar rechts opzij. Adem door. En op de volgende uitademing draai je weer terug naar voren. Nog één keer beide kanten. Adem in, draai je linker elleboog naar achter. Blijf ook je rechter elleboog wegstrekken. Kijk naar links opzij. Uitadem, draai je terug, ontspan je schouders. En op een inademing draai je rechter elleboog naar achter. En kijk naar rechts opzij. Stuitje laag. Kruin omhoog. En op een uitademing draai je weer ontspannen terug naar voren. Ontgrendel je vingers. Plaats je handen dan achter je. En strek je benen naar voren uit. Schud je benen even goed los.
Schuif je handen naar achter, je vingers wijzen naar voren, strek je tenen bij je vandaan. En op een inademing til je ribben in je borst en je kin op. Buig achterover. Even zo je kiezen op elkaar. Op een inademing til je hoofd omhoog, neem je armen mee omhoog. En op een uitademing buig je vanuit het bekken voorover. Til even zo je knieën op. Strek uit naar de kruin. Op de volgende uitademing buig je nog wat verder omlaag. Op een inademing met een scheppende beweging kom je omhoog. In een cirkelende beweging breng je handen naar achter, strek je tenen weg en til je ribben, je borst en je kin op. En til eventueel het bekken mee omhoog. Uitademend bekken naar de mat. Inademend armen lang. Uitademend strek je hielen weg, buig voorover. Plaats je handen op je tenen of op je benen. Ontspan je schouders. Til even om en om je zitbeentjes op. Je kan ook altijd je knieën optillen. Kijk wat haalbaar is. Uitadem, buig je nog wat dieper omlaag. Adem in, kom omhoog. Strek je tenen weg. In een ruime cirkel plaats je handen naar achter. Til je ribben, je borst en je kin op. En til eventueel het bekken op. Strek uit. Schouderbladen in je rug. Misschien voel je eerst heel veel weerstand. Geef je lichaam even de tijd om warm te worden, wakker te worden. En op een uitademing breng je het bekken weer terug naar de mat. Dan breng je je knieën naar je toe. Kruis je je enkels. Dan breng je de buitenrand van je voeten naar de mat. Til je je bekken op. En plaats je handen voor je op de mat. En stap je naar achter. En kom je of naar de hoge plank. Of je brengt je knieën naar de mat. Kijk even wat fijn voelt voor jou. Trek je navel in. Duw de achterkant van je vingers stevig tegen de mat. En op een uitademing strek je heup omhoog. Zet je voeten op heupbreedte. Draai je hoofd even zachtjes van links naar rechts. Beweeg je knieën even heen en weer. En strek even helemaal uit. Even om en om je vingers even goed op de mat plaatsen. Adem rustig in je eigen ademling. Ook nu moet je lichaam even wennen aan de houding, downward facing dog, omgekeerde houding waarbij je hoofd zich onder je hart bevindt. Inademend til je hoofd omhoog en uitademend breng je je schouders boven je polsen in de hoge plank, eventueel je knieën op de mat. Kijk even wat fijn voelt voor jou. Blijf rustig doorademen, span eventueel je bilspieren uit. Trek je navel in, of misschien heb je de buikspieroefening wel gedaan. Trek dan het driehoekje tussen je schaambeen en je beide darmbeenderen en je navel in. Uitademend strek je heup weer omhoog, zet je voeten op heupbreedte. Draai je schouderbladen in je rug, strek uit en misschien voelt het al anders dan daarnet. Spreid je vingers. Draai je hoofd zachtjes van links naar rechts. Voel de houding pittig. Breng dan je knieën op de mat. Kom naar de kathouding. En anders concentreer je goed op de adem. Blijf doorademen. Inademen til je hoofd omhoog. Op een uitademing navel in. Schouders boven je polsen. Eventueel knieën op de mat. Kijk omlaag. Je nek in het verlengde van je rug. Adem rustig in en uit. Achterkant van je vingers stevig tegen de mat duwen. Tenen goed in de mat krullen. En op de volgende uitademing strek je nogmaals het bekken omhoog naar de downward facing dog. Maar lang. Beweeg je knieën even heen en weer. Schud je hoofd even zachtjes van links naar rechts. Kijk tussen je benen door naar achter. En de kruin wijst omlaag. Til niet je hoofd op zodat er spanning komt in je nek, in je keel en je hals. Uitademend kijk je naar je handen en dan stap je naar je handen toe. Of stap voor stap of in één keer. Voeten naast elkaar op een inademing til je kin op. Je kan ook je handen op je knieën plaatsen. En op een uitademing buig je wat dieper omlaag. Buig eerst even je knieën. En op een inademing kom je omhoog en dan kom je naar de staande houding. Kijk even naar links opzij. Kijk omhoog. En kijk naar rechts opzij. En kijk omhoog.
Uitadem, breng je armen langs je lichaam. Draai je handen open naast de bekken. Breng het gewicht op je rechtervoet. En zet je linkervoet tegen je enkel, je onderbeen. Als een kommetje over je knie of tegen je bovenbeen. Strek uit, stuitje laag, kruin omhoog en kijk recht naar voren. Voel je lichaam, voel de adem, voel je balans. Maakt niet uit of je je voet op de grond hebt. Kijk wat haalbaar is voor jou. Uitadem, breng je knie naar voren. Breng je linkervoet naar achter, zet je of je tenen neer of je houdt je been lang en buigt voorover en neemt je been mee. En draai je handpalmen dan naar beneden. Maak je standbeen lang. Kijk of dat haalbaar is. Als je de tenen van je achterste voet in de mat gekruld hebt, strek je je hiel weg. En anders strek je je tenen weg. Op een inademing kom je omhoog. Zet je je linkervoet neer. Draai je handen weer open. En zet je je rechtervoet tegen je enkel, je onderbeen. Of til je voet omhoog en plaats hem tegen je bovenbeen. Adem rustig in je eigen ademritme. Kijk recht naar voren, doelgericht, naar een punt op ooghoogte. Stuit je laag, kruin omhoog. Inadem, neem je handen iets mee omhoog. Draai je handpalmen naar beneden. Breng je rechterknie naar voren. Zet de tenen van je rechtervoet op de mat en buig iets voorover. Of trek goed je navel in, buig wat verder voorover en neem je achterste been mee omhoog. Als je de tenen op de mat hebt, strek je hiel weg. Als je je voet opgetild hebt, los van de mat, strek je je tenen weg. Voel je lichaam, voel de adem. Adem door. Op de volgende inademing kom je weer naar de staande houding. Neem je handen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover. Gaan we naar de eerste zonnegroet. Als je niet goed staat, kom je aan de voorkant van je mat. En op een uitadem buig je vanuit het bekken voorover. Adem in, til je kin op. En op een uitadem zet je handen op de mat. Stap naar achter, naar een hoge plank of knieën aan de mat. Buig je armen. Dan kom je aan de kruin omhoog, naar de upper dog. Via je knieën. Of in één beweging, strek je heupen omhoog naar de downward facing dog. Adem diep in. Uitademend, strek uit, voel je lichaam, voel de strekking, voel de adem. Misschien voel je ook wel verschil met daarnet in deze downward facing dog. En nu. Misschien voel je al dat je spieren wat warmer geworden zijn. Dat je je zitbeentjes wat verder weg kan strekken. Misschien voel je juist veel meer weerstand. Je lichaam voelen, maak je lichaamsbewust. Uitademend, kijk je naar je handen. Stap je naar je handen. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Kijk naar je enkels, lichtjes je knieën buigen. En dan kom je weer omhoog naar de Tadasana, de berghouding. Buig achterover, voel de strekking, voel de adem. Adem rustig in en uit. Uitadem, buig je voorover, handen naast je voeten, kijk naar je enkels. Adem in, lift op, je kan je handen op je benen plaatsen. Uitadem, buig je knieën, handen op de mat en stap naar achter, naar de hoge plank of net als daarnet, knieën aan de mat. Van de hoge plank ga je naar de lage plank, buig je ellebogen naar achter. En als ze in dezelfde lijn zijn van je bovenlichaam, rol je over je tenen en kom je omhoog. Duw je liezen naar de mat. Til je kin op. Span de bilspieren aan. En op een inademing kom je weer omhoog. Uitademend strek je goed je zitbeentjes weg. Zet je voeten op heupbreedte. Draai je hielen weg. Draai je hoofd zachtjes van links naar rechts. En duim, wijs en middelvinger krachtig tegen de mat duwen. Strek uit. Maak lang, maak die bewegingen waar je lichaam behoefte aan voelt. En uitademend, kijk je weer naar je handen. Stap naar je handen. Lopen kan ook. Til je bovenlichaam schuin omhoog op. Kijk naar je enkels, buig zachtjes je knieën. En neem je handen voor of zijwaarts mee omhoog. Handen tegen elkaar.
Til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover en blijf even sorry, in deze houding staan. Strek uit. Laatste keer eerst de zonnegroet. Op een inademing buig je achterover. Uitademend lang naar voren, diep omlaag. Even op knieën buigen. Adem in, til je bovenlichaam omhoog. Even je handen over je knieën. En uitademend buig je knieën, handen op de mat. Stap naar achter met je rechtervoet eerst. En dan links erbij. Even op knieën aan de mat. Buig je armen. Rol over je tenen. Knieën op de mat. Of knieën los van de mat. Kijk omhoog. Recht naar voren. Kan ook. Duw je schouderbladen in je rug. Uitademend in één beweging of via je knieën, strek je je heupen weer omhoog. Voel je lichaam, voel de adem. Voel de beweging van de adem en strek uit naar je zitbeentjes, naar je hielen. Uitademend kijk je naar je handen. Stap je weer naar je handen toe. Linkervoet eerst. Rechts erbij. Til je bovenlichaam omhoog. Kijk naar je enkels. Buig licht je knieën. En neem je handen weer mee omhoog naar de berghouding. Handen tegen elkaar. Til je ribben, je borst, je kin op. En buig achterover. En voel de strekking aan de hele voorzijde van je lichaam. Op een uitademing in een ruime cirkel breng je handen via de zijkant omlaag. Draai je handen open naast het bekken. Voeten tegen elkaar of voeten op heupbreedte. Sluit je ogen en adem rustig in en uit. Kijk of je de adem weer naar je buik kan brengen. Je knieën zacht kan maken. Beide voeten goed je lichaam laten dragen. Adem in en uit. Op de volgende uitademing open je de ogen en breng je het gewicht op je linkervoet. Dan schuif je de tenen van je rechtervoet naar achter. Kijk recht naar voren. Blijf zo staan als dit voldoende voor je is. En anders buig je rechterknie en pak je je rechtervoet vast. Je kan misschien ook je broek vastpakken als je niet goed je voet vast kan pakken. Neem je linkerhand mee omhoog. Kijk recht naar voren en op een uitademing buig je voorover. Je blijft recht naar voren kijken en je brengt je hand op dezelfde lijn als je ogen. Dan duw je je achterste voet tegen je hand aan en til je als een hefboom vanuit je rechterschouder je rechterarm en dus je rechterbeen omhoog. Adem rustig door. Je kan ook altijd met je linkerhand de muur vastpakken. Voor je balans en om de houding, de danser, je eigen te maken. Op een inademing kom je weer omhoog. Zet je rechtervoet neer. Neem je rechterhand weer mee omhoog. Strengel je vingers in één. Breng je handen naar je achterhoofd. En dan buig je iets achterover. Voel het verschil met je linker en je rechtervoet en het contact met de mat. Uitademend kijk je naar voren, ontspan je je schouders. Dan breng je het gewicht op je rechtervoet. Dan schuif je de tenen van je linkervoet naar achter. En strek je of je beide armen omhoog weg en blijf je in deze houding. Of je trekt je navel in, tilt je linkervoet op, pakt een pluk van je broek vast, of je linker wreef, of je linker enkel. En op een uitademing buig je voorover. Blijf naar het punt recht voor je kijken. En dan komt ook je hand in diezelfde lijn. Je kan altijd je hand tegen de muur plaatsen. Duw je voet tegen je hand aan. En vanuit je linkerschouder til je als een hefboom je arm op. Maar ook als je je voet tegen je hand aanduwt, gaat die vaak automatisch omhoog. De danser,
Lijnt je linker en je rechter hersenhelft met elkaar uit. Maak de beenspieren sterk. En op een inademing kom je weer omhoog. Zet je linkervoet neer. Neem je beide handen mee omhoog. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig achterover. Een uitadem, buig je vanuit het bekken. Met een lange rug, buig eventueel je knieën voorover en plaats je handen in de knieholtes, tegen je kuiten aan of tegen je enkels. Kijk omlaag. Je kan altijd je knieën buigen. Als je gewend bent om 's avonds yoga te doen en het is nu ochtend, dan kan dat heel erg stram voelen in de hamstrings, in de knieholtes. In de kuitspieren. Buig dan iets je knieën. Misschien voel je het juist heel erg in je onderrug. Uitadem, buig je nog wat dieper omlaag. Buig je knieën en dan kom je in de stoelpositie. Neem je handen zijwaarts mee omhoog. Strek je handen van je weg. Kijk recht naar voren of kijk omlaag. Duw je onderrug naar achter. Dan breng je het gewicht op je rechtervoet. En til je je linkervoet omhoog. Je kan nog iets verder gaan. Dan kom je op de inademing omhoog op de tenen van je rechtervoet. Adem door. Kijk wat haalbaar is. Ook nu kan je weer je vingers eventueel tegen de muur plaatsen. En op een uitademing zet je hier neer. Zet je je linkervoet neer. Plaats je handen voor je borst in namaste. Duw je onderrug naar achter, kijk naar je rechter elleboog en breng je rechter elleboog op of over je linkerknie. Kijk naar links opzij of strek je handen bij je vandaan en kijk via je linkerhand omhoog. Zoek een positie die bij jou past. Kijk ook of je op een inademing weer op je tenen kan komen te staan. Hoeft niet, kan wel. En op een uitademing zet je hier weer neer. Adem in. Draai terug naar voren. Strek arm uit. Maak je benen lang. Til je ribben, je borst, je kin op. En buig naar achteren. Uitademend kijk je naar voren. Buig weer je knieën. Kom in de stoelpositie. Strek je armen uit. Kijk omlaag. Gewicht op je linkervoet. Til eventueel je rechtervoet naar achter omhoog. Als je nog wat verder wil gaan, kom je op de tenen van je linkervoet. Kijk wat haalbaar is. Trek je navel in. Zoek je balans. Kijk recht naar voren. En op een uitademing zet je hier weer neer. Plaats je je rechtervoet naast je linkervoet op de mat. Handen voor je borst. Kijk naar je linker elleboog. Breng deze op of over je rechterknie. Kijk naar je tenen, naar rechts opzij. Handen goed tegen elkaar duwen. Of je handen bij elkaar vandaan wegstrekken. Eventueel omhoog kijken. En kijk of je weer op je tenen kan komen te staan. Trek je navel in. Of het gebied tussen je navel en je schaambeen. Uitademend zet je hier weer neer. Plaats je handen tegen elkaar. Adem in, draai weer naar voren, strek je armen uit, kijk omlaag. Inademend kom je nogmaals op je tenen. Trek je navel in, blijf doorademen. En uitademend zet je hielen neer. Adem in, til je ribben, je borst, je kin op, buig achterover. En uitademend met een iets holle rug, vanuit het bekken, buig je voorover. Plaats je handen waar ze terechtkomen. Schud je hoofd zachtjes van links naar rechts. Beweeg je knieën even heen en weer. Adem rustig in en uit. Als je hartslag omhoog gegaan is, maak de uitademing dan wat langer dan de inademing, zodat er rust ontstaat. Zodat je hartslag weer daalt. Schud je hoofd zachtjes van links naar rechts. Uitadem, buig je nog wat dieper omlaag. Buig je knieën en op een inademing kom je weer omhoog.
Dan strek je vingers achter je hoofd in 1. Kijk je recht naar voren. Breng het gewicht op je linkervoet. En strek de tenen van je rechtervoet naar rechts opzij weg. Sta je goed, til dan je been op. Uitadem, trek je navel in. En op een inadem breng je je linker elleboog omlaag. Dus je buig naar links opzij. Strek dan je handen weer bij je vandaan. Strek uit, trek je navel in. Adem rustig in en uit. Op een inadem kom je omhoog. Strengel je vingers achter je hoofd in 1. Zet je rechtervoet neer, ontspan je schouders. En dan breng je je linkervoet naar links opzij. Je kan je tenen op de mat houden. Je linkerbeen optillen. Je kan uitademend je navel intrekken. Zodat je op een inademing nog wat verder naar rechts kan buigen. Zoek ook hierin een variatie die bij jou past. En uitademend strek je armen helemaal uit. Kijk recht naar voren, naar een punt op ooghoogte. Je rechterhand wijst omlaag. Je linkerhand wijst omhoog. Op een inademing kom je omhoog. Zet je linkervoet neer. Breng je beide handen omhoog, strengel je vingers in 1 en breng je handen naar je achterhoofd. Op een inademing til je ribben, je borst en je kin. Strek uit, voel je lichaam, voel de adem. En op een uitademing kijk je weer recht naar voren. Ontgrendel je vingers en breng je armen omlaag. Dan stap je met je rechtervoet naar achter. Buig je je linkerknie, dan buig je voorover en plaats je linkerhand voor je linkervoet op de mat. Strek je rechterhand omhoog weg. Blijf zo staan of strek je stambeen. Neem eventueel je rechterbeen mee omhoog. Blijf omlaag kijken. Kijk naar rechts opzij of kijk omhoog. Heldenhouding 4. Op een uitademing breng je je rechtervoet naast je linkervoet. Breng je rechterhand voor je rechtervoet. Buig je rechterknie en strek je linkervoet naar achteren weg. Neem je linkerhand mee omhoog. Blijf in deze houding. Of strek je stambeen. Kijk naar je voorste hand. Kijk naar links opzij. Of kijk omhoog. Adem door. En op een uitademing zet je je linkervoet weer neer, linkerhand weer op de mat. Stap naar achter, naar de hoge plank of breng je knieën naar de mat. Je kan je knieën op de mat houden, maar je kan ook je benen lang houden. Draai naar de buitenkant van je linkervoet en strek je rechterhand omhoog. Je kan ook je linkerknie op de mat houden. En je rechtervoet achter je neerzetten. Wat je ook kan doen, is je rechtervoet optillen. Of eventueel met je rechterhand de teen van je rechtervoet pakken en je been wegstrekken. Ik hou het even hierbij. Uitademend kom je weer terug naar de hoge plank of knieën aan de mat. Draai naar de buitenkant van je rechtervoet. Of je brengt je rechterknie op de mat, je linkervoet achter je. En je strekt je linkerhand omhoog weg. Je kan je linkerbeen optillen. De grote teen van je linkervoet pakken. En eventueel je been wegstrekken. Zoek een variatie die past bij jou. Uitademend kom je weer naar de hoge plank. Of breng je knieën naar de mat. Buig je armen. Rol over je tenen naar de upper dog. Via je knieën of in 1 beweging strek je jezelf helemaal uit. Voeten op heupbreedte, draai je schouderbladen in je rug, draai je hoofd zachtjes van links naar rechts. En voel het verschil met het begin van de les en nu in deze downward facing dog. Adem in door je neus. Uit door je neus.
En op een uitademing kijk je naar je handen en breng je je knieën naar de mat. Breng je voeten plat op de mat en dan kom je even naar de kindhouding. Zit beentjes naar je hielen, voorhoofd op de mat of knieën uiteen, zodat je je bovenlichaam wat meer tussen je benen brengt. Even de adem weer tot rust brengen. Even weer aan de opladen na de vele balanshoudingen. Maak je gezicht zacht. En adem rustig in je eigen ademritme. Ontspan de schouderbladen. Ontspan je wervelkolom. Ontspan je liezen. Laat je schenen, je wreven, de voorkant van je tenen goed dragen. En leg jezelf even helemaal aan de oplader. Op een uitadem tik je navel in. Plaats je handen onder je schouders. Strek je armen, zodat je bovenlichaam omhoog komt. Dan zwaai je voeten naar links of naar rechts. En dan kom je naar de zittende houding. Maak je benen lang. En schud je benen los. Dan breng je je bovenlichaam naar achter. Je kan je handen op de mat plaatsen. Of je handen van je weg strekken. Kijk even wat haalbaar is. En dan til je benen op. Dan draai je rondjes met je benen. Hou je bovenlichaam zo stil mogelijk. Vaak gaat dat makkelijker als je je voeten neerzet. Maar anders blijf je je vingers naar een vast punt wegstrekken. Draai ook de andere kant rond. De ene kant gaat misschien ook beter dan de andere kant. Navel of het gebied tussen je navel en je schaambeen intrekken. Versterk je de houding. Benen leg je neer. Neem je armen mee omhoog. Strek je hielen weg. Kijk omhoog. Duw je stuitje omlaag. En op een uitademing plaats je handen naast het bekken. Duw je vingers of je handen in de mat. Kijk naar je tenen. Stafhouding. Duw je onderrug naar achter. Uitademing strek je tenen weg. Schuif je handen naar achter. Op een inademing til je ribben, je borst, je kin op. Of til het bekken mee omhoog. Kijk omhoog of buig je hoofd achterover. Schouderbladen in je rug, strek uit. Een uitademing, kijk je naar je voeten. Of je nu wel of niet het bekken op de mat hebt, maakt niet uit. En til je rechtervoet omhoog. Uitademing, breng je rechtervoet omlaag. En til je linkervoet omhoog. Uitademing, linkervoet omlaag. Til je ribben, je borst, je kin op. Buig je hoofd achterover. En op een uitademing breng je het bekken weer terug naar de mat. Zet je voetzolen tegen elkaar. Pak je enkels vast. Trek je hielen naar het bekken toe. En dan pak je als het haalbaar is je voorvoeten vast. En anders hou je enkels vast. Loop je zitbeentjes naar je hielen. En op een inademing til je ribben, je borst en je kin op. Duw je knieën omlaag. Strek uit, ontspan de liezen. Adem rustig in je eigen ademritme. En op een uitademing kijk je naar voren en ontspan je schouders. Dan pak je met je wijs en je middelvinger de grote teen van je rechtervoet vast. Je linkervoet hou je bij je enkel of bij je voorvoet vast. Dan strek je je rechterbeen naar rechts opzij weg. Je kan ook de achterkant van je been vastpakken. Kijk even wat fijn voelt voor jou. Op een uitademing breng je je rechtervoet naar de mat. En pak je de grote teen van je linkervoet vast. Strek je linkerbeen naar links opzij weg. Je kan ook de achterkant van je been vastpakken. Kijk even wat fijn voelt voor jou. Kijk recht naar voren of schuin omhoog. Uitadem, breng je ook je linkervoet weer terug. Til je zitbeentjes even los.
Beweeg met je bovenlichaam naar achter. En kijk dan of je beide benen weg kunt strekken. Je kan ook de achterkant van je benen vasthouden. Kijk even wat haalbaar is voor jou. Kijk recht naar voren of schuin omhoog. Dus of je tenen, kan ook je knieën buigen. Of de achterkant van je benen vastpakken. Dan breng je benen naar elkaar toe. Laat ze los. En dan laat je benen langzaam naar beneden komen. Hou je hielen boven de mat. Hou je handen naar voren weggestrekt. Je bovenlichaam naar achter. Breng je hielen op de mat. Adem in. Neem je armen mee omhoog. En uitademend kom je naar de zittende tang. Buik voorover. Til je zitbeentjes op. Kijk omlaag. Je kan ook je armen of handen naast je benen plaatsen. Je kan ook je knieën iets optillen. Kijk even wat fijn voelt voor jou. Voel het verschil ook met het begin van de les en nu. Adem rustig in je eigen ademritme. Uitademen, trek je navel in. Buig je nog wat verder omlaag. En op een inademing kom je weer omhoog. Uitademing, plaats je handen achter je. Zet je je vingers achter het bekken. Rol je naar je ellebogen. En dan strek je je tenen weg. Kijk recht naar voren. Of til je ribben, je borst en je kin op. Kijk omhoog. Kijk schuin naar achter of helemaal naar achter. En als je je hoofd op de mat kan plaatsen, daarvoor kan je ellebogen nog iets verder opzij brengen. Zet je de kruin van je hoofd neer. Hielen op de mat. Of benen los. Handen onder het bekken. Of strek je handen van je weg. Naar achter, omhoog, naar voren. Knieën buigen dan ook. Tenen neerzetten. En plaats je handen weer onder het bekken. Leg je hielen op de mat. Til je op een inademing je hoofd omhoog. En rol je je achterhoofd naar de mat. Handen onder het bekken. Vandaan halen. En dan draai je handen even open naast het bekken omhoog. Even ontspannen. Even de ademing naar je buik brengen. Even je gezicht zacht. En op een uitademing trek je je navel in. Zet je je voeten achter je zitbeentjes. Duw je onderrug richting of tegen de mat. En op een inademing til je je heupen omhoog. Gewicht op je linkervoet. Strek je rechtervoet of naar voren of schuin omhoog of omhoog weg. Inademend kom je op de tenen van je linkervoet. Uitademen, zet je linkerhiel weer neer, buig je rechterknie en zet je rechtervoet neer. Dan strek je je linkerbeen of omhoog weg, of schuin naar voren, of boven de mat. En op een inademing kom je op de tenen van je rechtervoet. Dan ook je hier laten staan, pas op voor kramp in de kuiten. Uitademend. Zet je rechterhiel neer, buig je linkerknie, zet je linkervoet neer. Dan kom je op de tenen van je beide voeten. Loop je nog iets verder naar achter en strek je uit. Je kan eventueel je handen even onder je onderrug plaatsen. En dan laat je los. Rol wervel voor wervel weer terug naar je mat. Breng je knieën boven je buik, til je hoofd omhoog en maak jezelf klein en rond. Kijk naar je borstbeen, kijk naar je knieën of kijk naar je voeten. En op een uitademing leg je achterhoofd neer en dan hou je je benen gebogen en hou je je knieën vast. Of je maakt je benen lang en dan draai je rondjes of met je gebogen knieën, gebogen benen. Of je benen lang. Navel. Of het gebied tussen je navel en je schaambeen. Of het driehoekje.
tussen het schaambeen, je beide darmbeenderen. En je navel intrekken. Draai ook de andere kant rond als je dat nog niet gedaan hebt. Grote cirkels, kleine cirkels. Snel of langzaam, maakt niet uit. Wel goed je achterhoofd laten dragen. Je keel, je hals ontspannen. En dan stel je de houding. Uitademend buig je knieën en strek je armen uit naar opzij. Je kan ook altijd je handen achter je hoofd in één vouwen. Uitademend onderrug naar de mat. Navel in en breng je knieën naar rechts. Kijk omhoog of naar links. Wat je ook kan doen is je linkerbeen lang maken. Je linkervoet wegstrekken. Of met je wijs en je middelvinger de grote teen vastpakken van je linkerbeen. Kijk omhoog of kijk naar links opzij. Voel de adem. Voel de draaiing. Maak je gezicht zacht. En adem rustig in je eigen ademritme. Ontspan je liezen. Ontspan je achterhoofd. Op een uitademing laat je je linkervoet los. Breng je beide knieën op elkaar. Neem je op een inademing je knieën weer mee omhoog. Kijk omhoog. Zet stevig je voeten neer. Til even het bekken los. Schouderbladen het in je rug. En rol wervel voor wervel je rug en het bekken weer terug naar de mat. Breng je beide knieën naar links. Kijk omhoog of naar rechts. Blijf in deze houding of strek je rechterbeen weg. Pak je grote teen of de achterkant van je been vast. En adem rustig door. Forceer niks. Maakt niet uit welke houding je aanneemt. Kan ook echt voelen als een balanshouding. Zo je been wegstrekken. Kijk even wat prettig voelt. En dan laat je je been weer los. Breng je beide knieën op elkaar. Op een inadem breng je je knieën omhoog. Zet je voeten neer. Duw je onderrug omlaag en til het bekken op. Naar de brughouding. Schouderbladen in je rug. Handen draaien open. Stevig je voeten op de mat. Adem in je eigen ademritme. Inademen, doe je even hier los. En uitademen, rol je rustig wervel voor wervel weer terug naar de mat. Knieën boven je buik, til je hoofd omhoog. Maak jezelf klein en rond. En leg je achterhoofd neer. Hou je knieën ontspannen vast. Of zet je voeten neer en leg je handen op je buik. En dan breng je de adem weer naar je buik. In inademing laat je buik omhoog komen, duw je benen weg. En op een uitademing trek je je benen naar je toe, duw je buik omlaag en adem uit. Zo ga je even rustig door in je eigen ademritme. Inademend je buik omhoog laten komen, duw je benen of je handen omhoog. En uitademend, duw je met je benen, je buik weer iets omlaag of zachtjes met je handen, duw je buik iets naar beneden. Laat je achterhoofd goed dragen, ontspan je nek, je keel, je hals. En dan rond je de ademoefening af. Dan zet je
je voeten achter het bekken. Laat je even je benen wegglijden. Breng je ook je handen achter je op de mat. En dan strek je de tenen van je linkervoet weg en de vingers van je rechterhand. Strek je rechterhand weg, strek je linkervoet weg en dan laat je los. Voel het verschil misschien wel tussen je beide schouders, armen, het bekken, je benen. Nu strek je je rechtervoet weg, de tenen van je rechtervoet en je linkerhand. Je rechterhand en je linkervoet blijft ontspannen. Voel de strekking, linkerhand, de rechtervoet wegstrekken. En dan ontspan je en laat je rechtervoet en je linkerhand weer iets naar je toe komen. Misschien voel je verschil. Schouders, armen, bekken, benen. Misschien is het verschil weg. Nu strek je beide tenen, beide voeten weg, alle tenen, maar ook alle vingers. Strek uit, maak lang alsof iemand aan je enkels en iemand aan je polsen trekt en je helemaal uitstrekt en lang maakt. Voel je buik, vaak strek en rek je ook alle organen. Maak lang, goed voor de lymfeklieren, goed voor de spijsvertering. En dan ontspan je. Voel even na. Schouders, armen, bovenlichaam, bekken, benen, voeten. En dan rol je of via je zij naar zittende houding. Of je rolt jezelf meer tot zit. Dan kom je zitten in een houding waarin je prettig zit. Til je zitbeentjes om en om los. Breng je schouders naar voren. Til ze op. En draai naar achter en omlaag. Kruin omhoog. Sluit je ogen. En op een uitademing breng je je kin naar je borstbeen. Inademen, draai je hoofd via je rechterschouder naar achter. Uit via links naar voren. En op een inademing draai je hoofd via je linkerschouder naar achter. En uit via rechts terug naar voren. En inademen, til je hoofd omhoog. Schouderbladen in je rug, sluit je ogen en voel na. Voel de adem. Breng de adem weer naar je buik als de adem hoog zit. Voel de houdingen na, voel het verschil. In deze houding, begin van de les en nu. Mysterie, je bent samen met de zon, de aarde, de maan en de sterren onderdeel van een schepping. Een goddelijk mysterie die zich ontvouwt. Wees aanwezig en voel de kracht van het nieuw. Geniet van alle wonderen. En uitademend open je de ogen. En dan gaan we ontspannen. Ik weet van veel mensen dat ontspannen thuis heel moeilijk is. En dat ze die vaak overslaan. Dat mag natuurlijk altijd. Maar anders blijf je gewoon even nog 2 minuten zitten. Om echt even de les goed af te ronden. En anders ga je liggen. Of je blijft wat langer zitten. Je kan liggen op je rug. Een savasana. Je kan ook gaan liggen op je zij. Misschien vind je het fijn om op je buik te liggen. Zorg ervoor dat je niet afkoelt. Trek iets warms aan of leg een dekentje over je heen. Of als je zit, kan je ook een deken over je heen slaan. En sluit je je ogen. Voel de adem. Voel de beweging van de adem.
Laat je zitbeentjes recht zinken. Doe je schouderbladen in je rug. Als je zit. Kijk naar je borstbeen. En als je ligt, laat je je hele lichaam dragen. Zij, rug, buik. Ontspan. Adem rustig in door je neus. En adem ook weer rustig uit door je neus. Maak de uitademing iets langer. Geef je over aan ontspanning, veel balans gedaan. Balans zorgt ervoor dat je linker en je rechter hersenhelft goed samen gaan werken. Goed voor het zenuwstelsel, de balanshoudingen. Goed voor het aarden. Geef je over aan de ontspanning. En laat op iedere uitademing de ontspanning steeds wat meer toe. Juist met balanshoudingen is het belangrijk dat je even ontspant. Ook al is het maar 2 tot 3 minuten. Goed voor beide hersenhelften. Je linker hersenhelft, het analytische vermogen. Het verstandelijke. En je rechter hersenhelft, creativiteit. Intuïtie. Adem rustig in en uit. En laat op iedere uitademing de ontspanning steeds wat meer toe. Adem de spanning uit.
adem. Weer rustig, maar diep in. Uitademend voel je heel bewust je lichaam. Voel hoe je zich verlicht. Voel de adem, de beweging van de adem. En dan maak je rustig die bewegingen die prettig voelen voor jou. Tenen, voeten, enkels, benen, vingers, handen, polsen, armen. Je kan even je handen in één wrijven. Met je handen over je gezicht of door je haar. Of langs je nek, je schouders of je bovenarmen bewegen. Kijk even wat prettig voelt voor jou. Ik lees nog even één keer het kaartje voor. Mysterie. Je bent samen met de zon, de aarde, de maan en de sterren onderdeel van een schepping. Een goddelijk mysterie dat zich ontvouwt. Wees aanwezig en voel de kracht van het nu. Geniet van alle wonderen. En als je er aan toe bent, kom je weer naar een zittende houding. En dan neem je je arm even mee omhoog. Strek uit. Maak het lang. En breng je handen voor je borst, als het bij je past. Hè? Namaste. Leuk dat je keek. Heel hopelijk, moet ik zeggen. Hopelijk, heel snel. Tot gauw. Het liefst hier en anders online. Ik hou jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Volgens mij hoor ik vandaag weer meer van de Vereniging van Yoga Leerkrachten. En anders volgende week. Heel goed weekend en hopelijk tot snel. Doei!